Welkom maatjes bij deze laatste aflevering van Disney Infinity. De serie gaat hierna stoppen, maar we komen nog zeker wel een keertje bij jullie terug voor nieuwe afleveringen. Dus wees niet bang van het stopt de serie. We gaan de serie stoppen. Het is in ieder geval, ja, voor deze keer stoppen we. Maar er komen vast nog wel series aan in de toekomst of series afleveringen apart. We hebben namelijk nog de Cars playset, de Toy Story playset en de Incredibles playset. Dus dat zijn er een hoop. Maar deze wou ik wel heel netjes gaan uitspelen, want dat is logisch. Als je natuurlijk een playset begint en we zijn al zoveel afleveringen verder, moet je natuurlijk ook wel verder gaan met deze playset. En we gaan dus de Kraken verslaan, althans dat hoop ik. We hebben genoeg stukken gevonden om de Kraken tevoorschijn te toveren, want dat was de bedoeling. En nou gaan we dus eindelijk met bijna 7000 coins naar een van de laatste missies. Ik hoop dat ik nu de goede kant op ga, aangezien de pijl wel helemaal daarheen wijst. En daar komen we dan met Jack Sparrow. Het is heel spannend, want dit kan wel een van de laatste missies worden inderdaad. Een van de grote hoofdmissies. We moesten al die puzzelstukjes. Eindelijk het moment waar we op hebben gewacht. En ja, ik weet niet of we hier eerder zijn geweest. Ik herken dit zo niet 1, 2, 3 nu, dit stuk gebied. Volgens mij is dit gewoon compleet nieuw. Het ziet er wel heel erg cool uit. Misschien ben ik er wel een keer geweest. Kan ik me niet meer herinneren. Dat zou ook nog kunnen. In ieder geval, dat zien we snel genoeg. Ik zie daar wel een blauw balletje staan. Dus dat is wel een teken dat we daar nog niet zijn geweest. Anders had ik het waarschijnlijk al opgepakt. Ik ga even om me heen kijken. Zijn er nog meer dingetjes die we kunnen zien? Ik weet het niet. Ik weet echt niet of we hier zijn geweest. In ieder geval, ik ga wel naar dat... Oh! Nee, dan zijn we hier nog niet geweest, denk ik. Op naar Bunnekom Bay. Of Buccaneer Bay heet het. Nee, hier zijn we nog niet geweest. Anders kreeg ik dat natuurlijk nooit. En dit is waarschijnlijk het laatste waar we gaan strijden. Ik hoop dat we Davy Jones gaan bestrijden. Oké, baan je een weg door de vismensen voor het laatste stuk van de Krakensbeen. Of we moeten nog eens de Krakenbeen. Dat gaan we allemaal in deze aflevering doen, mensen. Wees niet bang. Dat gaan we allemaal doen. Arr! Ik kom jullie schieten, jongens. En anders bestrijd ik jullie met mijn zwaard. Oh, die sterk. Je gooit elke keer bommen. Heel vervelend. Ik ben weer even verloren. Ik ben niet meer gewend dit, joh. Even kijken. Hoe deden we dit ook alweer? Speciale aanval of zo? Oh, shit. Twee gasten. Weg jij. Moet ik mezelf verdedigen? Hij is sterk. Die schildpad is echt sterk. Dan moet je eerst dat hele... Dat schild moet je kapot doorbreken. En dan pas kan je de schildpad verslaan. Arr, dood jij. Goed zo. Dat is echt een sterk monster. Oh, nog eentje. Een sterke Lubas. En gewoon blijven vechten met het zwaard. Er komen alleen maar van die sterke gasten, joh. Er komt er weer eentje. Oh! Weg. We zijn echt sterk. Kom op. We moeten doen. We kunnen niet falen nu. Ja, kom op. Hij heeft een goede grove aanval. Ik heb hem in het water geworpen. Ik weet niet of hij dan gelijk dood is. Dat zou wel mooi zijn. Eerst hem verslaan. En hij is sterk, want hij heeft een soort van schild dat we eerst door moeten breken, zoals je nu ziet. En dan pas als hij dat schild doorgebroken heeft, dan zie je hem inderdaad op de grond knallen. En dan kunnen wij hem makkelijker vermoorden. Zo. Komen er nog meer? Jeetje. Hoeveel blijven we er komen? Is dit oneindig? Wat de... Ik weet niet of dit goed is wat we doen nu, hoor. Ik ga hier even weg. Ik negeer het gewoon even. We gaan hier gewoon rechtdoor, rechts zo die gaat. Oh, de rode bommen. Hallo piraatjes, zijn jullie good guys? Is dit niet het begin van... Dit is voor mij het begin toch, waar we begonnen zijn? Oh, nou dat zou mooi zijn. Wat zijn dit trouwens? Oh, niks. Ik heb dat blauwe ding opgepakt, maar het was niks. Hey, ben ik dus al lang geweest. Oké. Ik ga die monsters niet bestrijden. We gaan gelijk door naar... Oh jee. Oh jee. Dan hebben we hier nog een baas. Oh, we hebben een baas. En nog twee van die sterke monsters. Oh jee. Oh jee, dit wordt echt pittig. Want ze gaan ook met bommen gooien nu. Oh jee. Oh shit, ik ben ook bijna dood, joh. Oh, dit is echt pittig. Oh ja, ik ben dood. Dit is echt wel heavy, dit. Maar gelukkig kan ik gelijk doorvechten. En het is beter dat we eerst even eentje kunnen uitschakelen. En dan hebben we in ieder geval minder last van diegene. Oh jee. Het is jammer dat ik geen bom heb, want nu ga ik alleen maar dood achter elkaar. Dit is echt heel pittig. Ik ben terug en er is niets veranderd.
Maar er moet natuurlijk altijd wel de uitdaging in hun game zitten natuurlijk. Hè? Dat zijn jullie er wel mee eens, toch? Altijd een beetje uitdaging is helemaal niet. Geen probleem bij Karwei. Zo, en ik vecht hem gewoon nu. Ja, dit gaat de goede kant op. Achter elkaar vechten. En op een gegeven moment gaat hij dat doen en dan moet je wegwezen. Wegwezen! Daar komen de bommen! Woehoe! Kunnen jullie niet dood? Kom op, schildpad. Hij is bijna dood. Althans, hij is door zijn schild heen. Schildpad. Och, ik ben weer dood. Ik had bij de Incredibles had ik ook een stuk gespeeld. Dus nu hoop ik dood die stom. Oh, hij gaat zelfs buiten het veld, die baas. Nee, hij is nog steeds niet dood, die schildpad. Nee, maar ik had bij de Incredibles had ik een eindbaas. Die was ook best pittig, want als je dan dood ging, dan moest je het hele stuk overnieuw doen. Dus dat is vrij vervelend, zeg maar. Maar hij is ook hier echt enorm sterk. En ik wou dat ik wat meer kon doen, zodat ik hem wat beter kon verslaan. Eentje is dood, eindelijk. Eén schildpad is dood. Het heeft 5 jaar geduurd, maar hij is eindelijk de grond ingeworpen. En dan gaan we deze vent doen. We hebben nog steeds last van bommen. Heel vervelend. Dat is die andere aap en die staat daar boven. Ik ga eens even kijken of ik hem eerst kan verslaan. Is het die? Nou, dan is die nu dood. Ik hoop dat dat hem was. Dan hebben we in ieder geval geen last meer van de irritante bommen. Nou, de rode leeft nog steeds. En ik geloof dat dat de enige is die we nog moeten verslaan. Maar hij is echt pittig deze. Gewoon een kleine baas, zeg maar. En ik heb ook helemaal geen betere aanval. Ik heb wel een beter zwaard, maar dat is het. Het wapen werkt ook niet helemaal lekker. Hè? Yes! We hebben hem verslagen. En ik pak even het laatste stuk matey. 1000 coins krijgen we voor deze moord. Oh jee. En we krijgen een nieuw item. Het laatste stuk. En dat bevindt zich hier binnen in die kerk. Maar voordat ik dat pak, wil ik eigenlijk eerst even deze kist openen natuurlijk. Dat gaan we sowieso doen. Al die munten, al die schat even pakken. En dan gaan we ook nog even dat groene blokje pakken hier. Zo. En wat zit daarin? Piratendecoratie pack 2. Zo, we hebben nu het opgepakt. En dat is de laatste Krakenbeen. Zo heet het eigenlijk. Laten we teruggaan naar ons schip. Dat vind ik een heel goed idee. We gaan nu naar de finale. Waar we allemaal op hebben gewacht. Ik wil hier nog wat dingetjes kapot maken. We kunnen hier niet over. Oh, ik heb nog wat leuks trouwens. Wacht even. Speciaal voor jullie, voor deze aflevering heb ik iets gaafs. Wacht even. Kijk eens. Ik kon hem niet laten staan. Het is Captain Barbossa. Moment. Ik ga hem er even uithalen. Je bent vrij. En ik ga eens kijken, want die dingen kan je altijd heel lastig uitpakken. Maar deze gaat nu lekker. Deze gaat veel beter dan de vorige. Kijk eens. Dit is Barbossa. Die gaan we nu eens even op de plek zetten waar Jack is. Let op. En kijk eens. Nu gaan we voor het eerst spelen met Barbossa. En wat heeft Barbossa voor krachten? Volgens mij heeft hij ook een wapen. Een heel sterk wapen lijkt net. Nou, het lijkt gewoon hetzelfde wapen als Jack Sparrow had. Maar nu vechten we dus met een ander karakter. Het lijkt me ook leuk om een keer met iemand met de bad guy te spelen. Want hij is natuurlijk de bad guy van The Pirates. Maar we gaan weer terug naar Jack. Want Jack Sparrow is mijn sterkere karakter. En die hebben we nodig voor het eindgevecht. En als het goed is, komt Jack nu weer tevoorschijn. Kijk eens, daar is hij weer. Mijn grote vriend. En waarom wijst de pijl hier naar boven, terwijl daar het schip niet staat? Voor mij zit hier weer geen logica in. Dus ik denk dat ik even niet ga luisteren naar die pijl in ieder geval. En dat we even een andere weg nemen naar het schip toe. Oh, hier kan het wel. Kijk eens. Ik nam dus een andere route. Dus ik ben bang dat we niet naar beneden kunnen. Dat is echt heel irritant. We kunnen hier niet naar beneden vallen. Dat is echt heel raar. Dus wat we nu moeten doen, is weer helemaal teruglopen. Ja, ik snap die logica ook niet van het spel. Dan moeten jullie mij ook niet vragen of daar een logica in zit. Maar we gaan hier via de brug gaan we naar onder. En dat is de goede richting. En daar staat ons schip. Nu hebben we alle 5 de Krakenbeens. Ik moet wel zeggen, ik had Incredible Playset uitgespeeld in 5 of 4 uur. En hier ben ik ook al 4 uur mee bezig. Maar het leek net of het een stuk kleiner was. Omdat je hier natuurlijk verschillende eilanden had en je hebt een grote rivier en dat soort dingen. We hebben weer een ster gekregen. En vandaar leek het kleiner. Maar dit is toch echt een stuk groter. Dat vind ik heel apart. En hier heeft ook weer een nieuwe quest. We moeten Davy Jones verslaan. Joh, dat had ik nog niet in de gaten. Als je Kraken aanvalt, druk je op I om de Krakenbeen te gebruiken. Dit is dus de Krakenbeen blijkbaar. En even kijken, we kunnen wisselen van die naar die. Oh, we hebben nog meer. Ik denk dat dat de Krakenbeen is.
Oh, die hebben we natuurlijk in elkaar gezet. Oh, met al die stukjes. Ik snap hem. We pakken het roer over en we gaan richting de Kraken. Oftewel, we gaan Davy Jones verslaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat aflopen. Jullie ook? Ik hoop het ook. Nog geen woeste golven te bekennen. We volgen de groene pijl. En de groene pijl moet ons de plek aanwijzen waar Davy Jones zich bevindt. Zodat wij de schat kunnen terugjatten wat hij eigenlijk voor onze neus heeft weggekaapt. En dat kan je natuurlijk niet doen. Maar kapitein Barbossa is nu een bad guy. En bad guys die mogen dat soort dingen. Die mogen kwade dingen doen. En wij zijn er dan als good guy, als goed persoon, om diegene te stoppen en te verslaan. En alles weer op de juiste positie. Maar ik ben ook zo benieuwd, wat zit er in die schat? Ik heb het gevoel, Disney-fanatie-kennende, zit er gewoon een oude sok in. Of iets van Mickey oortjes of Donald zijn fluitje. Ik noem maar iets, gewoon iets heel raars. Maar dat zien we dadelijk wel. Het moet natuurlijk wel een beetje piratenthema hebben. Dus ik weet niet hoe het was. We gaan een filmpje krijgen. Inkomende golf. Oké. Het is de Flying Dutchman. Hoe schieten we ook alweer? Ik ben heel de knoppen kwijt. Wat was de knoppen? Oh, jongens. Hoe gaan we die... Hoe doen we dat? Oh, de David Jones. Ik snap het niet. Hoe doe je dat ook alweer? Besturen. Pak het roer over. Kom op. Ik wil. Oh, zo moeten we schieten. Oké, prima. Het kanon wordt herladen, kapitein. Wat doet dat ding dan in het midden? Ik snap niet wat dat moet doen eigenlijk. Het vervloekte schip van ik snap David het hele Jones. Nut niet van dat ding. En het ding. Komt recht op ons af. Schip boeg links. Het schip van David Jones komt recht op ons af. Dat moeten we niet hebben. Dus we gaan het hopelijk verslaan. Onze boot is al iets kapot gegaan. Dat vond ik jammer. Maar dat is goed. Dus gaan we de goede kant op nu op deze manier. Twee van de drie schepen hebben we nu laten zinken. Ik hoop dat we nu de goede... Kraken. Het is de Kraken. Oh jee. Overal zien we nu. Schip aan stuurboord! Kanonnen worden geladen, kapitein. Oeh, dat zal pijn doen. Ja! Huppakee. En waar is Davy Jones? Waar is de Kraken? We moeten gaan kijken of we hier vordering mee maken, want ik zie nog helemaal niks bovenaan staan. In de benen. Oh, wat komt er nu? Ze zijn aan de linkerkant. Inkomende golf. Oh, oké. Okay. Linkerkant! We zijn geraakt. Herlaat de kanonnen. Voltreffer, kapitein. Vijand aan stuurboord. Je weet hoe dat het even tijd in beslag neemt om die gasten over te nemen, om de piraatschip te stoppen. Waarom niet opnieuw? Misschien is het lot ons nu gunstiger gezind. Wow. Een kanon wordt herladen, kapitein. Laat het schip op, mannen. Oké, inkomende golf. De laatste golf gaan we dit keer doen. We hebben bezoek. En ik weet niet welk schip dat wordt. Of het één schip is, of twee, of drie, of vier. Het is de Flying Dutchman. Oké, we gaan herladen. 3, 2, 1. Komt ie! Vuur! Herlaat de kanonnen! Ik denk dat dat het schip van David Jones is. Niet volgens de... Yes! Nee! Wees vervloekt! Ah, ik beloof je dat dit niet de laatste keer is dat we elkaar getroffen hebben. Blijf aangaan, want ik achtervolg je altijd en overal. Dat was Davy Jones. Oké, en nu? Dat was gaaf. Terug naar de kist, Jones. Roep de Kraken met de Krakenhamer van Davy Jones op. Wie heerst over de zeven zeeën? U, kapitein. Geen twijfel over mogelijk. Zo, kijk dan. Wat gaaf. Terug naar de kist. We hebben gouden ster toegekend. De Krakenhamer. En er is een achievement, there is no end of in infinity. Er is geen einde aan oneindigheid, dat klopt. We hebben de achievement complete the story in 3 playsets. Je ziet dat ik dus de achievements heb gekregen nu. En dat we dus de hele set hebben uitgespeeld van de David Jones. Dat was het hevige gevecht op de woeste zeeën. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er in die kist zit. Ik weet niet of dat een missie is, dus ik ga heel veel kijken bij missies.
om te kijken of er nog iets bij zit wat er in die kist zit. Want daar ben ik wel heel erg blij. Ik ben benieuwd. Of was er gewoon helemaal niks van dat we mogen weten wat in die kist zit. Hij mag het stuur overnemen. Ik ga eens even kijken hoor. We gaan eens kijken wat we kunnen kopen. Want we hebben volgens mij wel... Nee, het schip wil ik niet aanpassen. Ik wil dingen kopen. Oh, dat doen we natuurlijk in de speelgoedwinkel. Ik was het even helemaal kwijt. En wij kunnen dus een aantal dingen kopen. Deze, de Krakenhammer. En we kunnen de vissen kopen. Dus ik koop eerst de visser. En dan hebben wij een quest voltooid. Dat is mooi. En dan kopen wij... Even kijken, gaat dat lukken? Speelgoedwinkel kopen wij dus die grote Krakenhammer van 10.000 coins. Heel veel coins. Maar in ieder geval, ik ben heel benieuwd wat... En die heeft ook een nieuwe quest. Ik hoor dat iemand schat heeft begraven in Deadman's Cove. Laten we die maar eens opgraven. Ik vind dat we dat nog even als laatste moeten doen. Ik pak even deze kist uit. Daar durf ik alles op te verwedden. En nu hebben wij de Kraken. Bezit de hamer. We krijgen een gouden ster hiervoor. Natuurlijk, want dat kost heel veel coins. En we gaan nog even het laatste dingetje doen. Ik weet niet of het schatkistje was wat we toen hadden gedaan. Of wat we toen hadden moeten zoeken. Dat weet ik dus niet. In ieder geval, ik wil dat wel nog even doen. En daarna sluiten we het af met... De Pirate. Ik vond het toch wel... Ik weet niet wat de leukste set is. Wat is Monsters University? Die vond ik echt heel gaaf. Omdat je toch... Ja, met de school was. En je had natuurlijk veel met politie te maken. En het was ook 's avonds. En het kattenkwaad moest je wel een beetje uithalen. Dat was goed gedaan. Nou, de Pirates is heel veel... Een beetje Assassin's Creed idee. Ik bedoel, eilandjes verkennen. En met een schip over de woeste zeeën. En Incredibles was meer een beetje een Marvel idee. Dat je echt in de stad zit. En dat je dus een aantal bad guys gevangen neemt. En dat was ook heel leuk. Maar als ik de leukste set moet kiezen... Dan denk ik dat ik moet gokken tussen Monsters University en deze. En ik vond deze qua missies leuk. En de Monsters University vond ik wel wat een beetje eentonig. Ik denk dat ik toch deze de leukste set vond. Puur omdat dit gewoon... deze set heeft gewoon heel veel variatie. We gaan er even naar die pijl volgen. En ik denk dat we daar aan het eiland komen recht voor uit. Wel een schip in zicht. We hebben een schip in zicht. Maakt niet uit, ik wil hem best wel kapot maken. Want het is wel een groot schip. Zal ik hem gewoon aanvallen? Ja. Maar we hebben rechts ook eentje. Dus dan gaan we eerst die even vernietigen. Daar gaan we. Yeah! Het wordt herladen, kaptein. Voltreffer, kaptein. Kom op. Ze zijn aan de linkerkant. Oh, dat is een groot schip. Kijk dan, joh. Het monster haalt en de Kraken. Die helpt mij. Heerlijk. De Kraken heb ik dus gekocht voor 10.000 coins. En je ziet dat het nut heeft. Want die heeft het hele schip. Brengt hij naar onderen. Fantastisch. Ja, dat is goed. Dit helpt goed, deze Kraken. Goed dat we die hebben gekocht. De Kraken is nu in ons bezit, om het zo te noemen, via die hamer. En die hamer die bonst op de bodem van de zee, zodat de Kraken weet van waar we moeten helpen of waar eventueel het gevaar is. Een heel leuk verzonnen iets. En ook in de films is het natuurlijk ontzettend goed. De Pirates of the Caribbean is natuurlijk wel een van mijn favoriete piratenfilms. Maar er zijn ook niet zoveel piratenfilms. Je hebt ook nog een film, die gaat ook over de woeste zeeën. Dat is Masters and Commanders. En dat was een film die nogal vrij onbekend was toen. Ook nu is die best onbekend nog steeds. Maar dat was ook een hele leuke film ook. Masters and Commanders. Moet je maar eens een keer opzoeken. Ja, we komen nu bij een... Ik weet niet of ik hier al eerder ben geweest. Dat zal best, want we hebben bijna alles al onderzocht qua gebied. Waar komen we nu uit? Dus de skip zal aan het roer van het schip blijven en hem voor je aanmeren. We gaan eens kijken wat we hier kunnen doen. Zo, we gooien de bommetjes. Hier ook bommetje. Zo. De pijl wijst hier naartoe. Hier is een schatkist. Ik weet niet of het de schatkist is. Misschien moet ik een bom erop gooien. Nee. Hoe moet ik dit openen dan? Oh, zo. De deuren gaan dicht. Oh, chips.
Oh, ships. Het is een valluik, valstrik van de piraten. Een gemene schildpad weer die bommen gooit. Zo, die bommen zijn sterk, joh. Kijk eens wat een beloning, joh. Lekker. Zo, dit was Disney Infinity. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de serie. Ik wel. Ik hoop jullie ook. En ik hoop jullie snel weer terug te zien. Ik heb er 4,5 uur over gedaan, over deze playset. En het is zeker een hele leuke game. Zeker waardig om zelf ook een keer te spelen. Nu is inmiddels 2.0 uit. Ik ben nog lekker oldschool 1.0 aan het spelen. En ik heb nog 2 playsets die ik ga doen. En daar ga ik nog een korte video van maken wanneer ik een beetje in het midden van het spel ben. Dus ik hoop je binnenkort hopelijk weer terug te zien met een nieuwe Disney Infinity video. In ieder geval, nu sluit hij wel de serie af. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet geen like achter te laten en te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Daag!